1980 tot 2005 ben ik verbonden geweest aan dit prachtige etablissement, terwijl ik heel goed kon leren. En ik ben nu verslaggever van Omroep Zeeland. Van I'm Sexy and I Know It is het maar een kleine stap naar de Gebroeders Graaf. Die zitten met het team Twinning is Winning. Sjaak, kun je even uitleggen wat is Twinning? Ik denk dat mijn broer daar meer van heeft. Bert! Dat is de tegenhanger van twerken. Twerken. Maar hebben jullie het idee dat jullie van die oude, dat oude lullige zooi nog veel weten? Nee, volgens mij zijn ze dat vergeten. Want die verhalen die komen natuurlijk keer op keer. Zeker tussen 6 en 8 als je een grafdienst draaide. Heb je hier zo'n hoekje waar iedereen hetzelfde vertelt van gisteren, omdat ze niet meer weten dat ze het gisteren hebben verteld. Dus denk je dat je daar nog wel veel informatie uit hebt kunnen halen? Ja, we zijn maar 10 verhalen, voor de rest weet ze echt niks meer. Nou ja, dan zijn in ieder geval 10 punten dan. Heb jij met 17 te maken? We hebben dit eigenlijk gewoon aangepakt dat we hier lang kunnen blijven zitten. Dat is heel verstandig. Weet je überhaupt iets van 17? Nou, dat is goed bier. Jongens, we hoeven niet meer te spelen, we hebben hier gewoon al een winnaar. Ruud neemt altijd iets mee en die wil daar 2 dingen voor terug. Wat is dat? Wat neemt hij mee en wat wil hij ervoor terug? Welke BN'er is niet in 70 geweest? Was dat Bart van der Weijden van Raccoon? Pascal Jacobsen met een K? Jacqueline Govaert? Helene van Rooyen, Anita Meijer, Femke Halsema, Danny Blind of Joep van der Tek. En we willen het jaar en het evenement zelf. Ja, er kan er maar één het beste zijn met zijn bed. En dat zijn jullie niet. Als je dit doet. Behalve een gebroken hand. Wat is de straf? Maar dan vooral voor de lampjes boven of onder aan de bar. En ja, het hangt er ook vanaf wie er stond natuurlijk. I sing it in a smoky room. We gaan naar de romances hier zo. En dat wordt wel interessant, denk ik. 3 setjes moeten we hebben. 3 stelletjes die hier achter de bar zijn ontstaan. Maar stelletjes ontstaan is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar die ook gewoon keihard kapot zijn gegaan. Sommigen na jaren, waar mensen helemaal niet meer overheen komen. Maar noem 3 stelletjes die hier zijn ontstaan en kapot zijn gegaan. Ja, kapot. Ah, kijk. Even kijken, dat ding, die foto, ja, dat is waar. Dat was de tikker, de telefoontikker. Hier kon je nou met een kwartje gewoon een minuut bellen en dan tik, tik, ging dat. En dan rekende je achteraf, probeerde je dat dan uit iemand zijn klauwen te krijgen. Tot die idioot kwam die naar Amerika belde. En dat ging tik, 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 tik. Maar goed. Kees Rijn ging wel eens naar New York. En dan werd hij aangekeken voor een bepaalde artiest. Op welke artiest lijkt Kees Rijn? Is deze foto geïmiteerd? Schoenbergen, heb ik de carrière ziek. Laat ik je zien, ook helemaal gama ziek. Welk oud gediende, dus welk oud personeelslid, werkt net zoals ik, nu voor Omroep Zeeland? Saskia is vraag 11. Saskia is vraag 11. Wie werkt er ook voor Omroep Zeeland? Welke werknemer introduceerde dit nummer? Daar, doe eens bukken. Ja. Waar vinden we deze spreuk terug? Een tosti alles, wat zit daarop? Alles. Een tosti alles. Echt kippenvel. Hoe mooi is dit?
bent er niet, onze Eefje. Oh. Hey! Een vraag van de belangrijke zaken. Noem vier ziektes die ooit zijn uitgebroken en verspreid onder het 77 personeel. Kom ik denk ik nog weer bij deze tafel. Die heeft zichzelf wel eens opgesloten. Waar is die? Ja, het vluchten natuurlijk. Waar is die? Ja, wie was dat? Harris! Kom, het gaat allemaal om jou nu. Hij zit denk ik weer in die kelder. Kan iemand even checken? Hij was aan het roken. Harris. Vertel het verhaal. Je bent echt gefixeerd op mij. Nou ja, sorry. Iemand heeft dat opgeschreven. Maar even aandacht voor Kirsten, die heeft dit allemaal georganiseerd. Waaronder de vraag, hoeveel kosten condooms? Je gebruikt niet zoveel condooms, Kirsten. Begrijp je? Ah, mooi, een fles schrobbelaar, die kan zo meteen tegen de muur gaan. Met een kaars, of is dat een pocket rocket? Ik weet het allemaal niet meer. De score heb doorgegeven. Twinning is winning! Gefeliciteerd! Zo. Dan nog even naar binnen zo. Op duurtje! En iedereen die mee heeft gedaan ook natuurlijk van harte bedankt. Zonder jullie was het natuurlijk nooit gelukt. Nee, dat klopt. En het feestje gaat nog verder binnen hier, dus... Het duurt te lang, doei. Ja, doei.